Tijdens de IFA afgelopen jaar presenteerde Jabra de Elite Sport, een draadloze headset die volledig draadloos is. Ze waren iets eerder met de aankondiging dan Apple met haar volledig draadloze oordopjes. En als ik kijk naar het ontwerp, vind ik dit eerlijk gezegd iets spannender, omdat er veel meer ruimte is voor een hele mooie klankkamer. Hoe dan ook, we gaan hem testen, maar we gaan hem eerst even uitpakken. Het doosje zelf ziet er netjes uit, geeft duidelijk aan dat er ook sportfunctionaliteit in zit. Even kijken hoor. De Sportlife app van Jabra gebruik je. Dus dan heb je ook training management. Heb je meteen in zitten. Compatibility met Strava en de Mundo. Met MyFitness Runkeeper. Run test ik waarschijnlijk nog heel veel meer Jabra kennende. Tot 9 uur aan luistertijd. In-ear precision heart rate monitor. Ja, dus er zit een hartslagmeting zit in de oordopjes. Dat hebben we al eerder bij Jabra gezien. Hele interessante techniek. De audio coaching die hoort daar dan ook automatisch bij. Met andere woorden, een heel spannend product. Uiteraard op basis van Bluetooth. Nou, we gaan dus heel eventjes kijken wat er in het doosje zit. Het doosje vouwt open met een magneetje. Hier wordt al meteen uitgelegd dat je, dat je 3 verschillende oorhoekjes krijgt. Oorhaakjes krijgt of earwings, zoals dat bij Jabra noemen. En nog 1, 2, 3 maten eargels. De hoeveelheid maten eargels valt me een beetje tegen. We zien eigenlijk steeds vaker dat bedrijven er 5 verschillende maten in doen. Het blijft namelijk heel erg persoonlijk. Jabra doet er 3 maten in bij deze. Ja, het hoeft niet verkeerd te zijn hoor. Dat, in principe met 3 maten dek je natuurlijk ook wel de massa. Nou, 1 eargel springt er al meteen uit. Even kijken, dit bovenste plaatje, daarin zit het opbergdoosje. Is ook meteen een powerbank, voelt dus ook wat zwaar aan. Leg je ze erin, met 2 contactjes worden ze opgeladen. En de powerbank zelf heeft een micro USB aansluiting hier. Nou, dan de oordopjes zelf. Zo. Zitten er wat strakjes in. Er zitten nog geen eargels op, dus dat stimuleert echt om ze er zelf op te zetten. Onze tip altijd begin met de kleinste eargels. Zit die goed, dan niets eraan doen, want ja, hoe groter de eargels ten opzichte van je oor, hoe meer druk ze gaan zetten. En dat heeft heel erg met het gebruikscomfort te maken. Nou, we zien op deze duidelijk de hartslagmeting zitten. Dat is een optische meting, die zit hier. 2 ledjes, infrarood waarschijnlijk. En we zien hier een aan-uit en hier zien we een volume bediening. Even kijken, dan hebben we hier heel mooi. Nou ja, ze zijn een beetje door de war geraakt in de verpakking. Alle verschillende maten eargels. Nou, het zijn er heel wat meer. Ik heb verkeerd hier gekeken. 3 maten siliconen en 3 maten foam, zeggen ze. En inderdaad, er zitten heel veel verschillende maten met zowel eargels als foams. En natuurlijk de 2 verschillende, 3 verschillende maten earhooks. Dus als we het even zo netjes omgooien, dan komt er heel veel uit. Hier hebben we de documentatie, Get Started. Ziet er ook heel netjes uit hoor. Netter dan wat we van Jabra gewend zijn. Ze doen het altijd wel net. Ze waren vrij vlot met het netjes inpakken van documentatie. Maar ja, dit is een beetje chiquer hè. Mag ik wel, het is natuurlijk het duurste model. Ja, volop documentatie. USB-kabeltje erbij. Goed, wij gaan de komende tijd sporten met deze Jabra volledig draadloze headset. Dat gaan we doen op de Techno Gym onder andere, zodat we flink indoor wat kilometers kunnen maken, want het is buiten gewoon rotweer. Ik ga hem ook al buiten testen, maar daar ben ik gewoon niet zo van als het rotweer is. Wil je nou weten hoe het zit met de geluidskwaliteit van deze hele interessante draadloze headset? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. En daar gaan we helemaal in de diepte over hoe deze klinken. Hoe het bereik is. Kun je storingsvrij ermee werken. Hoe precies is de hartslagmonitoring. Allemaal van dat soort dingen. Dus wil je meer weten, check even de link onderaan de video. En dan lees je alles over de Jabra Elite Sport. Ik heb hem nu enkele dagen in gebruik, de nieuwe Jabra Elite Sport, de echt draadloze stereo oordopjes. En ik denk, ik praat je nog heel eventjes door dit bijzondere opbergdoosje heen, dat standaard meegeleverd wordt. Want dit opbergdoosje is natuurlijk ook een beetje de powerbank om de oordopjes onderweg bij te laden. Jabra belooft een enorme accuduur.
Maar die is op basis van de accu'tjes in de oortjes zelf niet te garanderen. En dat heeft ermee te maken dat die anders veel te groot en veel te zwaar zouden worden. Dus dit is een tussenoplossing. Een tussenoplossing die we ook bij andere merken veel tegenkomen. Apple gebruikt deze oplossing ook. Maar ook de jongens van PK Paris. Dus het is niet heel vreemd. Nou, je ziet hier op het moment dat ik hem open, zie je al meteen het lampje van deze verspringen. Dat komt doordat hij geen contact meer maakt met de lader. Dat zijn twee puntjes en normaal wordt hij door de deksel wordt hij erop gedrukt. Dan wordt hij opgeladen. Op het moment dat hij loskomt, dan weet hij al meteen, ik ga gebruikt worden. Dan denkt hij, joepie, ik ga aan. Hij zoekt meteen verbinding met mijn smartphone. En dus op dit moment is mijn smartphone al verbonden met dit oortje. Kan ik in principe al muziek luisteren. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor dit oortje. Dat op dezelfde manier verbonden is met dit oortje is de baas. Als deze zegt, ik ben eruit, ik moet muziek gaan laten horen, dan werkt deze ook meteen. Voor de rest zitten statusledjes in. Nou, hier zie je al meteen een groen ledje, betekent dat hij klaar is om de oortjes op te laden. Je ziet hier ook de micro-USB aansluiting om de powerbank in het doosje zelf op te laden. Doen we hem er terug in. En dan hoop ik dat dat ook een beetje zichtbaar is bij het daglicht. En dan hebben we, als het goed is, hier zo zien we een statusledje die ook nog even aangeeft dat de boel wordt opgeladen. Dus wat dat betreft een hele leuke, mooie, complete oplossing van Jabra voor de Elite Sport. En wat ik al zei, check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over de geluidservaring en de gebruikservaring van deze toch wel hele bijzondere headset.